Ik ben Inaas de Bruin. Ik ben Christel Janssens. En wat doen jullie hier? We komen hier bier drinken. Breda Nu. Je weet het meteen. Wij zijn vanavond aanwezig bij Sociëteit het Forum voor de opening van de studententennis. Laten we kijken of de studenten een beetje sportief zijn aangelegd of dat het toch blijft bij het drinken van alcoholische versnaperingen. Ik sta hier bij Marit, Muriel en Anne en zij zijn van de organisatie van de studententennis. Kan even jullie mij vertellen, wat gaat er hier vanavond gebeuren? We hebben vanavond ons openingsfeest. Wij zijn sinds kort gestart, 12 weken geleden, met onze vereniging. En vanavond gaan we dat vieren met z'n allen. Er netjes uit vanavond. Dankjewel. Dit is bestuurskleding, hè? Dat moet, hè? Want waar kom je vandaan? Waar ben je van? Nou, wij zijn van Nijmegen. Deze gekke mensen hier zijn ook van Nijmegen. Al die mensen in toga? Ja, die zijn inderdaad van Nijmegen. We hebben een extern toernooi, zij zijn de promotor daarvoor. En wij zijn hier natuurlijk om kennis te maken met onze nieuwe zusters. In Breda hier zo. In Breda. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, het is heel gezellig. Wat heb je aan? Ja, toga zo shit natuurlijk. En waarom? Voor welke gelegenheid? Ja, ik kom uit Nijmegen. We zijn hier met mensen uit Nijmegen van SLO, de tennisvereniging daar. En wij organiseren ons externe toernooi nu voor het vierde jaar op rij. In februari is dat. En het thema dit jaar is tanken in je toga. Jij bent Sander, de trainer, heb ik gehoord. Ja, klopt, ja. Ja. Kan je iets vertellen over deze avond? Hoe speciaal die voor jou? Ja, nou, heel speciaal natuurlijk. Het is eigenlijk begonnen met een grapje. Ik heb het heel erg gemist tijdens mijn eigen studie. Toen had ik zoiets van klaar was met studeren van, oké, hoe kunnen wij nou net zoals in andere steden, net zoals in Tilburg of in Enschede, dit ook in Breda neer gaan zetten. En toen zijn we gewoon met een aantal fanatieke spelers begonnen. En dat liep een beetje uit de hand. En een half jaar later, een jaar later staan we hier zo. Is het, het heet studententennis, gaat er ook echt getennist worden? Nou, vanavond niet hoor, maar er wordt wel genoeg getennist. Ik ben Inaas de Bruin. Ik ben Christel Janssens. En wat doen jullie hier? We komen hier bier drinken. Tennisser en deel mee aan de activiteitencommissie. En wat houdt dat in, activiteitencommissie? Kan je daar iets over vertellen? We zijn nu ons openingsfeest aan het vieren om te vieren dat wij officieel een vereniging zijn. En hoe zijn jullie zo in de organisatie gerold of hoe hebben jullie het zelf bedacht? Het is ooit begonnen met onze tennisleraar Sander. En zag eigenlijk dat studenten, dat er niks voor studenten was, die wouden gaan tennissen. En toen zijn we in gesprek gegaan en toen hebben wij het opgericht om het echt officieel te maken. En doe je zelf ook tennissen? Ja, zeker. Hoog niveau? 5-6. Ja, zeg maar niks eerlijk gezegd, maar zal wel hoog zijn. Redelijk niveautje. En ben je vanavond hier, heb je nog een doel vanavond? Heel veel zuipen en misschien scoren houden. Want heb je al een slaapplek geregeld? Nog niet, maar dat komt goed. Easy fixen. Breda Nu. Je weet het meteen.